Sierraar, een 0-2 nederlaag tegen Twente. Wat heb je zojuist als eerst tegen je jongens gezegd in de kleedkamer? Nou ja, dat we de tweede helft gewoon een hele goede strijdlust hebben getoond. En dat jammer is dat we de eerste twee goals hebben weggegeven. We hebben niet zoveel kans weggegeven. Ja, wel 10 minuten voor tijd natuurlijk. Hè, want toen gingen we natuurlijk van bank spelen richting de 1-2. Toen kreeg Twente wel twee hele goede kansen. Maar ja, door wat dommigheid voor hun, zeker die buitenspel, blijft het nog 0-2 in plaats van 0-3. Maar we hebben natuurlijk de eerste helft echt een voetbalkans weggegeven. Dat is met Tom Boeren. Maar dat wij domme vrije trap hebben gegeven is natuurlijk dood en doodzonde. Want dat had niet gehoeven. En dan zien we zo'n vrije trap, eigen goal weer. Stankov krijgt dat is zijn tweede eigen goal binnen een week. En natuurlijk de eerste dat de mensen niet meelopen. En er zijn afspraken over. En ja, dat is jammer. Ja, maar daar wilde ik nog naar vragen. Het is natuurlijk dat die jongen een bijzonder fijne linker heeft. Maar er gaat dan in de organisatie dingen fout, neem ik aan. Nou ja, kijk, je maakt afspraken met vrije trappen. Je maakt afspraken hoe je moet staan. En dan moet je er gewoon aan houden. En dat deden we niet. Nee, dan zie je dat er met zo'n bal, ja, dat er iemand tegenaan loopt en schiet hem binnen. Nou ja, dat is jammer. Maar oké, we hebben de tweede helft. Daar hebben we veerkracht getoond. Twee verse krachten met Seintje en Omran. Die wat meer diepte in het spel hadden. En wat meer optimistisch, ja, dan zie je dat we toch wel wat veel meer draaiend waren. En Twente is eigenlijk niet meer, tot eigenlijk 10 minuten voor tijd, niet meer voor de goal geweest. Wat heb je eigenlijk gezegd in de rust? Iets van, gooi je schroom eraf of wat anders? Of? Nou ja, kijk, we gingen natuurlijk iets anders spelen. Hè. Dus Savas ging eraf met Samouri. Samouri had een off day. Savas, ja, die was eigenlijk onzichtbaar. En we hebben natuurlijk Seintje erin gebracht met zijn snelheid. Ja, dat zei gelijk aan de 5 minuten. Ja, die kreeg er gelijk 2 kansen. En ja, dat moet je wel even goed meenemen. Maar ja, het is, we hebben ook niet echt veel kansen gehad en niet open kansen. Maar het was wel dreigend. En ja, dus, we hadden misschien wel gelijk zo moeten beginnen. Maar ja, dat is als. Hè. Je hebt nu tegen Twente gespeeld. Vind je dat een topclub eigenlijk? Het blijft wel gewoon een goed elftal. Hè. Het is niet zo dat het een elftal is en die gaat gewoon bovenin meedraaien. Zeker als ze beter worden. Maar we hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd te kantelen. En veel strijd geleverd nogmaals. Alles en iets meer optimistisch. Nou, dan zie je dat wij tot wat kansen kunnen komen. Dat heb ik deze spelersgroep ook gezegd. Want als je nou volgende keer tegen een echt grote tegenstander gaat beginnen, heb je misschien de tweede helft al een beetje aan het denken gegaan van, ja, misschien moeten we sowieso maar iets offensiever spelen. Dat kunnen wij best wel tegen grote clubs. Ja, maar je begint natuurlijk met een strijdplan. Dan hoop je dat het uitpakt. Naar de train je op. Dan heb je ook de spelers voor. En ja, als de uitvoering niet goed is, moet je wat anders doen. Nou, dan heb je plan B voor. Dan hebben we de tweede helft gedaan. Misschien moet je ook niet alleen tegen goede tegenstanders, maar misschien ook wel tegen mindere tegenstanders of voor gelijkwaardige tegenstanders daarop houden. Dat we misschien ook moeten starten zo. En dat we dan heel snel wat langere bal moeten spelen. Maar het is niet anders. We mochten het de laatste weken niet meer over hebben. Er worden heel veel grote kansen gemist, natuurlijk. Heb je vandaag eigenlijk wel een echt grote 100% kans gecreëerd? Nee. Nee. Nee, we hebben, weet je, het was wel dreigend. Het was wel een aantal momenten dat de bal net niet goed viel. Hè, bij Omran, hè, net een vrije trap. Het was wel een kans. Wordt de goal afgekeurd terecht. Het was buitenspel. Maar het was nou niet dat wij, maar het lag ook aan Twente. Twente prima verdedigend. Maar nogmaals, we hebben er alles aan gedaan. En dat kan ik ze niet ontnemen. En heel veel gestreden. Dat zei de vorige speler van FC Dordrecht ook net tegen mij. Thijs, wat waren dan eigenlijk wel de goede dingen in het voetbal die je hebt gezien waar je het meest tevreden over was? Ja, dat we heel veel duels hebben gewonnen, hè? Zowel achterin als voorin. Maar ook de twee controleurs, Thijs en Thomas, speelden een prima wedstrijd. Ze hadden veel tweede ballen. Alleen nogmaals, we speelden tegen een team dat wat verder is dan bij. Nou, okay. En daar moeten wij naartoe werken. Het is de vijfde wedstrijd, nog wedstrijd gewonnen, maar die overwinning komt er. En daar zijn we heel erg van overtuigd. Ik zag een bijzonder teleurgestelde aanvoerder die voor de tweede week op rij een eigen goal maakt. Ben jij zoiets van, joh, dat is morgen of maandag op een andere dag op de club gewoon weer over? Of ja, moet je toch even wat tegen hem zeggen? Of hoe verwerkt hij dat? Nou ja, dat heb ik net al gezegd. Kijk, hij doet niet expres. Hij heeft gewoon pech dat het toevallig hem overkomt. Ja. Zonde. Maar oké, er is geen man overboord. Het is een eigen goal. En daar moet je gewoon mee om leren gaan als speler zijn. Daar ben je prof voor. En daar moet je ook leren. Tot slot, als je naar de stand kijkt. Ja, er blijft een harde feit dat je 1 punt hebt. Ondanks natuurlijk een moeilijk programma. Komt er een moment dat jij je misschien zorgen maakt? Nee.
Nee, want als wij dit kunnen opbrengen en nog 45 minuten lang, vergeet niet, we hebben 45 minuten lang echt alles gegeven. En keihard gewerkt, maar ook gewoon proberen een goal te maken. Ja, dan kan je deze groep niet verwijten. Dus die ommekeer komt nog. En dat kan volgende week zijn, dat kan over 2 weken zijn. Maar de overwinning is dichtbij.